Jonas Goosenaarts, welkom. U bent historicus, uh, auteur ook van de podcast Geschiedenis voor herbeginners, waar ik uh, vele coronakilometers mee gejocht heb, waarvoor dank. Maar u bent ook geschiedenisleraar in uh, het Scheppers Instituut in Mechelen. Klopt. Dat beeld dat Macron nu schept van uh, Napoleon, heel genuanceerd met pros en cons, is dat ook het beeld dat u schetst voor uw leerlingen? Ja, eigenlijk heeft president Macron dat heel goed gedaan. Een heel genuanceerde tekst, en dat is ook de manier waarop wij geschiedenisleraren Napoleon proberen aan te brengen bij onze leerlingen. De geschiedenisleerkrachten van vandaag die vertellen niet alleen het verhaal over zijn klim naar de macht, zijn militaire overwinningen, zijn huwelijksleven zelfs. Maar ook natuurlijk de, de zaken waar, als we er vandaag naar kijken, waarvan we zeggen. Dat is eigenlijk niet meer oké okay in 2020. Ja, en zo zijn er wel vind. wat zaken. Hè? Er is heel veel kritiek geweest de laatste weken, maanden, vooral in Frankrijk dan. Linksradicalen, de Black Lives Matter-beweging, vrouwenrechtenactivisten, allemaal hadden ze wel iets te zeggen op Napoleon. Als we eens inzoomen op zijn rol in de slavernij, we gaan eens luisteren naar een vrouw op het eiland Réunion. Ze spreekt maar kort, maar zij vindt dat er geen reden is tot feesten. Het is in geen geval zijn image en zijn figuur die méritent worden célébré. Néanmoedig is het belangrijk om te onderstrepen, met name voor het slachtoffer, want het is hij die heeft rétabliegd. Hij heeft de slavernij opnieuw ingevoerd, zegt ze. Is het echt zo gegaan? Ja, zo is het gegaan. In het jaar 1802 heeft hij dat gedaan. Uh, nadat de slavernij eigenlijk al een jaar of vijf, zes afgeschaft was, heeft hij dat in 1802 dus opnieuw gedaan. Het was deel van een, uh, van een vredesverdrag met de Britten. Uh, hij moest het dus eigenlijk, uh, volgens dat verdrag, hoogstwaarschijnlijk uh, vreesden de Britten dat hun slaafgemaakte mensen ook op hun vrijheid zouden vragen. Het gevolg van, uh, van de handeling van Napoleon is dat in Haiti een grote slavenopstand is uitgebroken, die Napoleons troepen dan ook bijzonder hardhandig hebben neergeslagen. Oké. Okay. Er zijn ook mensen die zeggen alles wat Napoleon destijds gedaan heeft, moeten we vooral niet bekijken of te, te hard bekijken met de bril... Die we in 2021 op hebben. Kunt u dat volgen? Gedeeltelijk. Het is een hele typische zin inderdaad om te zeggen, je mag figuren uit het verleden niet veroordelen dus met onze huidige normen. Mm -hmm. Maar ik ben ook niet helemaal akkoord. Als um, jouw waardesysteem verandert of als de waarden van de maatschappij veranderen, bijvoorbeeld onder invloed van Black Lives Matter of hashtag MeToo, mm -hmm. voortschrijdend inzicht dus. Ja, waarom zou je dan um, nog? Met heel veel nostalgie en heel veel reenactments en sentiment een figuur echt gaan, gaan op een voetstuk plaatsen. Uh, dus ik kan mij best voorstellen dat je daar een, uh, een probleem mee kan hebben. Dat is perfect normaal. Okay. Maar hoe moeten we er dan mee omgaan? Hè? Die figuur wegvagen uit de geschiedenis, dat uh, kunnen we toch ook niet doen. Anderzijds, vandaag was er een krantneerlegging, daar zelfs aan het Hotel zijn valide, waar toch wel. Uh, Voilà, hier zien we het: bloemen en kransen voor die figuur. Is dat dan de manier? Wel, ik denk sowieso dat we hem niet moeten cancelen. Nog echt dat we moeten eren. We moeten er vooral uit leren. Dat is ook wat president Macron zegt tegen die leerlingen die naar hem aan het luisteren zijn. Wij zijn eigenlijk de erfgenamen wel van die Franse periode. Dus die verjaardag aangrijpen om uit te leggen wat er toen gebeurd is. Eigenlijk. Absoluut, absoluut. Um, daar moeten we gebruik van maken. De enorme erfenis, inderdaad, kaderen. Um, waar zowel u, ik als de, als de kijkers eigenlijk uh, vandaag van genieten. Ja. En waar zonder we eigenlijk niet meer zouden kunnen. Ja, want zo zijn er wel wat dingen. Hè? Elke dag komen we dingen tegen die we eigenlijk aan die man te danken hebben, toch? Ja, dat klopt. We denken dan natuurlijk in de eerste instantie aan de zeer alledaagse zaken, die intussen de meeste mensen wel kennen. Ik denk aan kilometers, kilograms, de familienamen, de huisnummers. Maar ik denk ook aan veel minder tastbare, grotere zaken. Napoleon heeft er. Voor gezorgd, of de Franse periode heeft ervoor gezorgd dat er een strikte scheiding is gekomen tussen de kerk ja. en de staat. Of bijvoorbeeld wat te denken van het idee dat je carrière kan maken in het leger of in het bestuur omdat je bekwaam bent en niet omwille van je afkomst, omdat je een zoon bent van. Ja, een en... zoon wel, hè? een dochter niet. Een dochter niet, inderdaad. Want vrouwen die kregen onder Napoleon, jammer genoeg, ook maar een derde rangsrol toebedeeld in zijn burgerlijk wetboek. Ja, en daar ook is veel kritiek op. Tot slot, ik moet het ook nog vragen: klopt het echt dat Napoleon? Eigenlijk helemaal niet zo klein was als iedereen wel zegt. Klopt helemaal. Het is een, een broodje aapverhaal dat vooral door Engelse anti-Napoleon-propaganda eigenlijk in het leven is geroepen. Ze zouden lachen in hun vuistje als ze wisten dat dat eigenlijk nog altijd de ronde deed. Al in de tijd van Napoleon zien we cartoons waarin hij wordt voorgesteld als een klein dikkertje, een gemeen ventje. Maar eigenlijk was hij niet groot. Hij was niet klein, hij was eigenlijk heel gewoon. Um... Gewoon. Ongeveer 1,70 meter, 70, als ik het juist heb. Voor die tijd eigenlijk heel uh, normaal. Oké, okay, dat is dan bij deze ook rechtgezet. Dank je wel, Jonas Goos. Dank voor de uitnodiging.